Goedemiddag. Bij mij staat Arno. Arno, goedemiddag. Jij bent een muzikaal talent. Kun jij iets er wat meer uitleg over geven? Wat doe jij juist? Ik ben dus een rapper. Ik rap dus al wel even. Een paar jaar. Twee, drie jaar om exact te zijn. En ik vind toch van mezelf, en ik hoor toch vaak dat ik wel goed ben, zeker in het gewoon op improvisatie rappen, dus op het moment zelf, gewoon uit het hoofd. En ook mijn teksten zijn vaak wel goed doordacht, wat wel zorgt voor het volledige plaatje. Schrijf je je teksten zelf? Absoluut, zeker, zeker. Elk aandeel van de tekst dat wordt gebracht met de stem, alles is sowieso mijn hele aandeel, alles wat ik zelf doe. Ja, en jij woont in Vreemde. Heb je al op bekende podia gestaan in provincie Antwerpen? Wel al op Chap de Mic. Daar heb ik wel een keer gestaan. Voor de rest nog niet zoveel, maar ik kijk er zeker naar uit om op dat vlak uit te breiden en veel meer op te treden en ook zeker de fanbase uit te breiden. Je zegt het zelf, je bent al 2-3 jaar bezig. Hoeveel heb je singles al uitgebracht? Goh, toch al wel 2 albums en 2 EP's. EP's zijn eigenlijk kleine mini-albumpjes eigenlijk. Van iets van 5 singles, 6 ongeveer. En dan 2 albums van 15 liedjes ongeveer. Goed, we gaan eens even luisteren. Denk even na, blijf even stilstaan. Hoe denk je zelf dat je het hebt gedaan? Hoe denk je zelf dat het kon misgaan? Het is best wel raar en ook wel vreemd. Opeens ben je klaar en daarna zeg je me steeds: het was een mistake, ik hoor je nog steeds. En het was mijn mistake om jou te geloven. Grote fout, nee, ik wou het niet geloven. Oké, ja, mooi. Vanwaar de passie van muziek en met rappen te beginnen? Goh, ik denk dat iedereen wel zo zijn ding heeft in het leven. Een beetje zijn bron van energie, waar dat je tijd in kunt spenderen, maar toch energie kunt uithalen. En ik denk dat dat hetgeen eigenlijk is voor mij, wat dat muziek doet met mij. En het is ook gewoon niet alleen leuk om te doen, maar ik ken het goed op de een of andere manier. Dus daarom, dat maakt het alleen maar leuk om te doen. Doe je dat als hobby of ben je al fulltime met muziek bezig? Vooral hobby, maar ik probeer ook daar iets of wat stabiliteit in te zoeken. Dat zou mooi zijn als ik daar iets van kan verdienen. Dus ik probeer zeker daarin verder te zoeken hoe dat ik dat juist kan krijgen. Je bent met producers bezig. Wordt ook opgenomen in professionele studio's? Ja, absoluut zeker. Ja. Ik ga dus naar Anders. Voor iedereen dus gewoon, die moet zeker eens een kijkje op zijn website en zo gaan nemen. Hij is een goede producer en die regelt me ook de instrumentals, de beats dus, zeg maar. En ik neem dus daar ook mijn liedjes op en die regelt mijn stem natuurlijk en dat soort toestanden. En waar kunnen de mensen jouw liedjes horen? Heel waarschijnlijk op het YouTube-kanaal van jou? Ja, op YouTube, op Weets, dus W-E-E-T-S. En daar kunnen ze mijn liedjes op vinden. En dus, er komt nog 1 album aan en een EP. Ja. En zijn er nog plannen voor dit jaar of een van de maanden? Dus sowieso al de EP die eerst gaat komen, daarna het album. Dus er zijn 20 songs in totaal. Dat zijn geïmproviseerde songs in de studio, dus zonder voorgeschreven tekst. Dus gewoon allemaal on the spot eigenlijk gerapt in de studio. Dus daar kijk ik sowieso naar uit. Dan kijk ik misschien ook uit naar iets of een clip, een videoclip. En sowieso mijn muziek op Spotify en zo te krijgen, dat we dat allemaal uitbreiden. En schrijf jij je muziek zelf of zijn er nog andere mensen die meeschrijven om je muziek? Nee, dat is altijd ik volledig. Dat is altijd ik volledig die dat schrijf. Als ik dat dan schrijf, al dan niet. Want zoals ik zeg, het album dat gaat uitkomen, de EP die gaat uitkomen, dat is gewoon allemaal niks geschreven. Dat is gewoon ik die gewoon rap en flow op een beat ter plekke gewoon. En van waar haal je de inspiratie? Goh, dat is van alles. Dat is gewoon waar dat je op dat moment staat in het leven. En dat is net zoals dat ik en u nu zijn aan het praten.
dat kan dat zijn. Maar dan gewoon op ritme en dat het ruimt. Dus dat is het enige verschil. Maar je kunt gewoon conversaties hebben en ik die gewoon in mijn liedjes dingen uitleg en dat gewoon bedenk hoe dat ik dat laat ruimen, zeg maar. Ja. Oké, Arno, we gaan je mee ondersteunen en bedankt voor dit interview. Dankjewel, dat is graag gedaan.